In deze serie date ik met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. Laat in de comments weten wie jij hier wilt zien zitten. Deze week date ik met Joris. Hij is drugsdealer. Coke of keta? Coke. Overdag of 's nachts? 's nachts. Geld of veiligheid? Geld. Gewapend of ongewapend? Gewapend. Drugs dealen of gebruiken? Drugs dealen. Niet beide? Ik mag toch maar eentje kiezen? Nou, nee. Oké, oké. Okay. Ja, dit vraagt natuurlijk echt iedereen zich af. Hoeveel verdien je eigenlijk per maand? Hoeveel verdien je eigenlijk per maand? Ja, je kan per maand verdienen tussen de 8 en de 10k. 8 en de 10k? Ja, dat is wel veel. Ja, en dan doe je het nog op je gemak hier aan. Hè? Ja, want hoeveel heb je echt een keer op gewoon een lekker gewerkte maand? Ja, nee, maar dan gaat je over Koningsnacht erbij of zo. Of oud en nieuw of zo. En de kerstdagen, dat zijn wel de pieken. En hoeveel verdien je dan op zo'n piek? 5.000, 6.000. Gewoon op één nacht, ja. Dus. Als we even helemaal bij het begin beginnen. Hoe ben je in deze wereld terechtgekomen? Ik heb wat ooms die hebben geen baan van 9 tot 5. En ik was daar veel mee. Zo is het eigenlijk een beetje begonnen. Toen was ik een jaar of 16 en toen begon het eerst met wiet en later met de andere drugs. Verkopen. Ja. Toen je zeg maar op je 16e dan begon met wiet verkopen, hoe ging dat een beetje verder? Ja, vanaf wiet dan gaan ze vragen, heb je ook andere dingen? Heb je pillen, coke, M, speed? Dus dat is, eerst zei je nee en dan kwam er meer vragen naar. En je gaat dat ook aankopen. Zodoende ben ik erin beland dat je alles en kan krijgen. En wij hebben van A tot Z. Maar waarom denk je dan dat dat toen zo in je zat? Heb je zoveel scheid of heb je juist zin om de regels te breken? Of? Nou, het is niet zozeer dat ik zin heb om de regels te gaan breken. Maar ik vind het ook fijn om mensen een plezier te gaan doen. En het geld ook. Ja, en het geld, dus dat, ja, is wel een dingetje. Want anders kan je ook in een massagesalon gaan werken. Zeker, natuurlijk doe ik het wel voor het geld. Want natuurlijk, dat is gewoon... Alleen, ik vind het ook gewoon echt leuk. En wat ik ook doe, waarvoor ik ook op straat ben, is er voor mijn zoon. Ik spaar er voor mijn zoon, zodat mijn zoon een goede toekomst krijgt. Hoe kom je aan de drugs? Ik heb 3, 4 mensen waar ik mijn drugs haal. Een soort van hoofdleveranciers? Ja, om zo maar te zeggen. En hoe komen zij eraan? Uit de haven. Dus er zit eigenlijk maar één station tussen jou en... Ja. De haven. Ja. Dat is weinig. Hoe weet je zeker dat de kwaliteit die je levert of die je krijgt, dat die goed is? Ik sta achter mijn product wat ik verkoop. De spullen waar ik het haal, daarvan weet ik gewoon dat het geen bende is. Omdat ik betaal liever iets meer inkoop als meer hinder, begrijp je? Ja. Zodat ik weet dat het goed is. Waar bewaar je je voorraad? Op verschillende plaatsen. Op hoeveel? 2, 3. Nou ja. En dat wisselt. En wat voor plekken zijn dat? Schuren, bedrijfspanden, huizen. Maar leegstaande dingen? Auto's. Nee. Iets wat leeg staat en dat valt op als je daar een paar keer komt. Ja. Wat heb je nut? Je moet niks doen en wat gaat opvallen. En wordt die plek dan wel eens onderschept of zo? Nee. Omdat ik wissel veel. Om de maand of zo. En wat doe je bijvoorbeeld om al je geld wit te wassen? Er zijn verschillende manieren voor. Casino. Ik ga nou dingen zeggen. Nou, wat doe jij? Wat doe jij met al je contant? Ja. Dingen kopen op iemand anders en zijn naam, begrijp je? Een garageboxie of zo, begrijp je? Als iemand een prijs wint, overkopen in het casino. Paysafe-kaarten gooien op Unibet. En je gaat spelen en zogezegd, je wint, begrijp je? Je doet de uitcash, je laat het stotten op je bank. In goud. Ik kan nog wel eventjes doorgaan. Maar dat is best wel een administratief gedoe. Heb je niet zeg maar 1 triljoen projecten lopen om dan al dat geld weer te wassen? Nee man. Maar heb je zoveel pandjes dan? Ik heb niks. Andere mensen wel. Ja. Dat is de crux. Voel je je verantwoordelijk als je ziet dat een van je klanten verslaafd is geraakt? Iedereen kijkt anders tegen het woord verslaafd aan. Ja, wanneer is iemand verslaafd? Ja. Als het je dagelijks leven beïnvloedt. Dat soort klanten, ik wil die niet. Maar dat hoor je toch niet aan de telefoon, hoe iemand eruit ziet of hoe iemand erbij staat? Ik weet ook wie het is. Ik ken mijn klanten. Ik ben een persoonlijke dealer. Maar screen je dan een soort van je klanten? Ja, een soort van wel. Hoe dan? Als ik de eerste keer ben, dan ik weet dat nooit, hè, wie of wat het is, begrijp je? Als ik ze nog eens ken.
Maar als ik dan een keer ben geweest, hè, ik heb Beerskaas wat overhandigd, dan zie ik al meteen wie of wat het is, begrijp je, en of het een weekendsnuif is of een dagelijkse gebruiker. Ja, dus echt maar de echte crack junkies, die sla je over. Nee, maar dat is niks voor mij. Wie zijn een beetje je klanten? Als je ze zo zou moeten categoriseren in groepen. Meestal gewoon hardwerkende mensen. Ondernemers, restauranten, eigenaren, dokters, begrijp je? ZZP'ers en de jeugd dan, maar wel boven de 18 dan, hè? Dus mensen die in een bedrijf werken, zelfstandig ondernemers, ja. En de jeugd van boven de 18. Ja, eigenlijk is het. En wat is de grootste groep? Toch wel in het bedrijfsleven, hoor. En wat voor soort mensen zijn dat? Ik heb een klant, dat is een open hartchirurg. Die had één keer de week bij mij 5 gram coke. Maar dan kan je toch helemaal niet precies opereren, joh? Nou, ik denk schijnbaar wel hij. Misschien juist. Maar weet je hoeveel politiemensen drugs gebruiken? Ja? Dan ja, dat is in mijn hoofd wel een beetje gek. Maar ben jij ook niet heel anders dan naar de samenleving gaan kijken? Doordat je weet dat zelfs politieagenten drugs gebruiken bij bestellen. Ja, nee, ik ben niet anders aangekomen, want ik wist het al. Juist de mensen die het had over praten, wie vaak heel erg anti zijn. Je moet eens weten. En wat die doen. Maar vind je daar dan wat van? Dat je denkt van, je zit je zo hard te schreeuwen? Hypocriet. Maar wie ben ik om daar wat ervan te gaan zeggen? Kijk. Nou, je neemt het waar. Je denkt, je zit zo hard te schreeuwen. Ja, ik neem het ook waar. Maar ik lach ze uit en denk, ja, je bent gewoon een sukkel. En kijk, bij dat soort mensen vind ik het fijn als ik hun geld uit hun zakken trek. Dus bij hun zou je het ook niet erg vinden als ze verslaafd worden? Echt niet, nee, zeker niet. En wat voor type mensen is dat dan, waar je een hekel aan hebt? Wie voor de samenleving anti zijn, hè, en praatjes hebben over een ander. Hè, en wie kletsen over een ander van, oh, weet je, ik zag hem snuiven. En hij was op een feestje, hij was aan het snuiven. Hè, hij gebruikt drugs. En zelf stiekem in een wc'tje snuifje pakken, begrijp je? Dat is tuin. Wat zijn de nadelen van je baan? Ik besteed te weinig tijd met mijn zoon als die bij me is. Omdat ik heel vaak weg ben. Hoe oud is je zoon? 16. En weet hij wat je doet? Ja en nee. Hij weet het, maar hij wil het niet weten. En waarom niet? Omdat hij meer bang is voor de gevolgen. Begrijp dat ik kom vast te zitten. En dat soort dingen. Is wel een nadeel, toch? Dat hij daar zo... Ja. Maar ik werk wel voor hem. En wat nog meer? Ja, eigenlijk niks verder. Maar komt er niet ergens bij een nadeel... veiligheid, zeg maar, bij je naar boven? Nee, ik ben nooit bang. Je bent niet bang voor je veiligheid? Nee. Niet in de trend van het circuit en waar ik in zit. Maar waar ben je dan wel bang voor? Een spin. Maar, ja. En als we het even over je werk hebben? Nergens voor. Het lijkt mij, als ik drugsdealer zou zijn, zou ik wel een paar nadelen kunnen opnoemen. Dat is? Nou, dat ik bang zou zijn dat ik opgepakt word. Ja, maar dan moet je al geen drugsdealer zijn. En dan ga je al. Ja. Kijk, ja. Ik ben niet bang dat ik word opgepakt. Want... Maar het is toch niet prettig als je wordt opgepakt? Nee, maar ik weet dat ik elke dag als ik opsta, dat ik kan worden opgepakt. Dat is een keuze en die maak ik, toch? Maar zou je het niet lekkerder vinden als je niet die angst zou hebben? Ja, maar dan moet je dat vak niet doen. En wat ik doe... Gebruik je zelf ook drugs? Af en toe, ja. Het komt weer voor je op een feestje, op een avondje, op een festivaletje. En denk je dat je meer gebruikt doordat je dealt? Nee. Ik vind het wel leuk op een avondje een pilletje of zo, of een Licky M of zo, of een stuifje kopen, ja. Gebruik je ook drugs als je aan het werk bent? Ja, maar kijk, mijn werk bestaat uit mensen iets bezorgen op afterparties en feestjes, begrijp je? En wanneer, als je drugs zou gebruiken, wanneer ga je dat doen? Op een afterparty of op een feestje? Dus het hoort er een beetje bij, zeg je. Heb jij nou iemand die je graag zou willen zien? Laat het dan weten in de comments. En ben je benieuwd naar het hele gesprek? Check dan onze podcast. Zo. Hey, doe jij eigenlijk boter op je brood? Nee, ik haat het. Oh ja? Ik haat nooit boter. Ik haat boter.